De bondbelangenbehartiging voor gepensioneerden van Telesuur wachten nog steeds op de herwaardering van hun pensioengelden. Voorzitter Ruud Zangali zegt dat de bond de administratieve zaken reeds in orde heeft gemaakt. De gepensioneerden hadden verwacht dat de herwaardering van de pensioenen uiterlijk 15 maart zou worden gestort. Dat is echter niet gebeurd, zegt Zangali. Herwaardering is precies zoals uh, in het staatsbesluit staat dat de um, pensioenen geherwaardeerd worden aan de hand van de huidige uh, functies, huidige waardering van de, uh, de actieve werknemers en actieve ambtenaren die zijn geherwaardeerd op een bepaalde manier in, 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 de, in de ambtenaren ambtenarij is dat de Fiso, en bij de ander natuurlijk de functies die geregeld zijn in functiereeks. Dus dat is uh, goed geregeld en bij Telesuur ook. Wat uh, Telesuur betreft zijn die, is die informatie ook naar het pensioenfonds gegaan. Dus hadden we gedacht van luister, uh, het alles is goed voorbereid en dan zouden we het natuurlijk ook uitbetaald worden. De bond heeft inmiddels een brief geschreven naar vicepresident Ashwin Adin, waarin aandacht wordt gevraagd voor deze kwestie. Toen we zien dat het niet zo was en de mensen zich roerden, onze leden. Hebben dus uh, getracht uh, de pensioenduidelijkheid te krijgen daarover. En de pensioenfondsdirecteur heeft aangegeven dat hij dus instructies moet krijgen, of de, de pensioenfondsinstructies zouden moeten krijgen van de regering van Suriname. Eerst was het, eerst was het minister van Binnenlandse Zaken. Dat is duidelijk. Infor, toen was er informatie niet aanwezig. Die informatie is er. En daarna zei uh, de directie van het pensioenfonds dat ze. Dus instructie moeten krijgen van de regering. Ruud Sangali, hij is voorzitter van de Bond Belangenbehartiging, gepensioneerden Telesuur. Deze gepensioneerden wachten nog steeds op de herwaardering van hun pensioenen. En dat terwijl overheidsambtenaren hun herwaardering reeds in november 2018 hebben ontvangen.